Bonjour, ik ben Ruud Kouwenhoven van Frankrijk Binnendoor. En in deze podcast wil ik het even met je hebben over mooie fietsgebieden in Frankrijk. In de loop der jaren heb ik in heel Frankrijk prachtige fietstochten gemaakt die varieerden van 20 tot bijna 100 kilometer. Maar wat zijn nou mooie fietsgebieden in Frankrijk? Als ik met iemand over mijn ervaring in Frankrijk zit te kletsen, dan komt stevast het onderwerp fietsen of wandelen aan de orde. Zo ook toen ik een tijdje geleden iemand sprak. Hij had gehoord dat ik regelmatig in Frankrijk kom en vroeg meteen wat mooie fietsgebieden in Frankrijk zijn. Hij ging altijd naar Oostenrijk, maar wilde samen met zijn vrouw wel eens in Frankrijk gaan fietsen. Maar hij had geen flauw idee waar. Ik hoefde niet lang na te denken en vertelde hem het prachtige verhaal over mijn meest legendarische fietstocht van bijna 80 kilometer rond het Étang du Vaccarès in de Camargue. Het was een schitterende ervaring op een bloedhete dag. Vanuit het leuke dorp Sainte-Marie-de-la-Mer fietste ik op een mountainbike rond het prachtige meer met flamingo's en talloze andere vogels. Tegen de schemering reed ik samen met Mian terug richting het dorp. Maar ik trapte mijn derailleur kapot op een zandpad, waardoor ik niet meer kon schakelen, alleen in de allerlichtste versnelling verder kon. Mijn benen draaiden als een idioot rond, omdat we wilden ontsnappen aan enorme wolken met muggen die ons als lekker hapje zagen. Terug in het dorp gingen wij moe, stoffig en hongerig bij een restaurant op het terras zitten en lieten ons verwennen met een fantastische bouillabaisse, de heerlijke Provençaalse vissoep. Het complete verhaal met nog meer fietstochten kun je trouwens lezen in 26 dagen Frankrijk Binnendoor als je premium lid bent van Frankrijk Binnendoor. Als je relaxed wilt fietsen tijdens je vakantie en niet wilt klimmen, dan zijn dit de fietsgebieden waar je volop kunt genieten. De Vallei van de Loire tussen Nevers en Nantes heeft in het dal van de rivier een route van 900 kilometer die uit meerdere etappes bestaat. Langs de Atlantische kust van de Charente-Maritime, de Gironde en Les Landes vind je ook prachtige vlakke fietsroutes. De eilanden Île de Ré en Oloron zijn ook ideaal om te fietsen. Net zoals trouwens de omgeving van het Bassin d'Arcachon. De jaagpaden van het Kanaal du Midi in Zuid-Frankrijk zijn ook hartstikke leuk. Maar recent hoorde ik van een fietser die niet te spreken was over de kwaliteit van de fietspaden langs het Kanaal du Midi. Ik ben er zelf regelmatig geweest en je moet er geen strak geasfalteerde fietspaden over het hele traject verwachten. Er zijn wel enkele stukken, maar meestal ga je over het smalle jaagpad langs het kanaal. Ik vind dat leuk en neem de hobbels en bobbels op de koop toe. Het hoort toch ook een beetje bij het avontuur langs het kanaal. Maar ga je een heuvel of glooiend landschap niet uit de weg, dan kun je ook in Le Grand Est, de Bourgogne en in Noord-Frankrijk terecht. Maar Bretagne en Normandië zijn eveneens prachtige streken om te fietsen. Ten zuiden van Bourg-en-Bresse heb je het departement Aisne. En dat is ook een fraai gebied om een fietstocht te maken met veel meren en heel vogelrijk. Ik heb in 2018 drie weken lang gefietst in het noorden van Finistère, in het Pays de Lyon. Samen met Marianne heb ik prachtige tochten gemaakt in de omgeving van Roscoff en Carantec. Maar ook daar moet je een klimmetje niet uit de weg gaan. Bij Roscoff begint trouwens de Véloroute La Vélodyssée die tot aan de Pyreneeën gaat. Ook de Droom, de Provence, de Côte d'Azur en de Languedoc zijn mooie streken, maar waar je wel een bergje of een flinke heuvel kunt verwachten. In de Alpen, Pyreneeën en het Centraal Massief kun je terecht als je een ervaren fietser bent en een goede conditie hebt. Met een e-bike kun je trouwens ook prima uit de voeten. Zelf vind ik de Dordogne en de Lot fantastisch om te fietsen met een e-bike. Als je wielrenner bent, dan zijn natuurlijk de routes die de etappes van de Tour de France volgen een aanrader. Denk dan bijvoorbeeld aan de Mont Ventoux, de Galibier, de Alpe d'Huez, Aspin, Tourmalet en andere beroemde bergetappes. Het lijkt mij nog altijd leuk om met mijn e-mountainbike de Mont Ventoux op te fietsen. Ik heb nog geen flauw idee hoe dat gaat uitpakken, maar als je het niet probeert, zul je er nooit achter komen. Er zijn trouwens in Frankrijk naast de fietsvriendelijke Voie Verte ook zogenaamde Véloroute. Dat zijn bewegwijzerde fietsroutes die over het algemeen een verbinding vormen tussen grote plaatsen en verschillende regio's. Deze zijn meestal alleen voor fietsers toegankelijk en dus veilig. Je fietst dan door prachtige natuur en komt langs historische en culturele plekken. Omdat het verbindingen zijn, fiets je van A naar B. Het zijn dus geen fietsrondjes. Mooie voorbeelden van een veloroute zijn La Loire à Vélo, La Vélodyssée van Roscoff in Bretagne tot Hendaye in Frans-Baskenland en de Via Rona van het meer van Genève tot aan Marseille. Wil je meer weten over fietsen in Frankrijk?
en mooie fietsgebieden? Kijk dan op frankrijkbinnendoor.nl/mooie-fietsgebieden-Frankrijk. Je vindt er meer tips en handige links die je van nut kunnen zijn als je een fietstocht in Frankrijk gaat maken. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in Apple Podcasts, Stitcher of in Spotify. En je blijft altijd op de hoogte als er een nieuwe podcast is. En natuurlijk vind je op frankrijkbinnendoor.nl/podcast altijd al mijn podcasts handig bij elkaar. Tot mijn volgende podcast!